Breda Nu. Je weet het meteen. Wethouder Boas Adank heeft de eerste meerpaal geslagen voor de nieuwe ligplaatsen voor roeiboten aan de Bredase Singels. Deze nieuwe verbeterde meerpalen zijn van staal en vervangen de oude houten paaltjes die we allemaal kennen. Ik ben een aantal maanden geleden door gemeente Breda benaderd. Er lagen hier door alle singels van Breda lagen de bootjes aan stokjes en staafjes. Dat zag er niet zo netjes uit. Dus dat moest wat meer, daar wilden ze vanaf dat het er gewoon niet zo netjes uitzag en dat het gewoon wat beter was om aan te leggen. Ruim anderhalf jaar geleden dat we begonnen zijn om de wens uit te spreken dat we meer lichtplaatsen wilden, maar dat we de kwaliteit van de lichtplaatsen ook wilden verbeteren. Nou, en achter je zien we dat er nu de palen aan het slaan zijn waar de bootjes tussen kunnen liggen. Ik moet zeggen, ik ben er erg trots op het resultaat. Ik heb begrepen dat er nu ook meer lichtplaatsen bijkomen, klopt dat? Ja, dat klopt. We hadden een redelijke grote wachtlijst, dus we hebben gekeken of we meer lichtplaatsen konden organiseren. En het is ons gelukt om in ieder geval 50 tot 75 plekken meer in de singels te kunnen neerleggen. Waar heeft de gemeente naar gekeken, nou, waar het allemaal aan moet voldoen? Nou, wat je ziet, het moet robuust zijn. De bootjes moeten eraan kunnen liggen. Maar we hebben ook te maken met fluctuerende waterstanden. Dus het bootje moet ook omhoog en naar beneden kunnen. Dus er is een paal ontwikkeld speciaal voor hiervoor. Waarbij we een katrolletje erin hebben zitten die het touw laat bewegen. En het mooie is, het touw is gesplitst door een scoutingsvereniging. Dus ook de vrijwilligers hebben een bijdrage geleverd om deze palen zo te kunnen laten staan. Breda Nu. Je weet het meteen.